We zijn hier op de IFA in Berlijn en we zijn nu bij Fitbit. En Fitbit heeft daar de Fitbit Charge 3 geïntroduceerd. En ja, dat is een activity tracker die op zich niet zo heel erg veel verschilt van zijn voorganger. Maar er zijn een aantal interessante vernieuwingen die we graag even willen bespreken. Nou, de Fitbit Charge 3 ziet er iets anders uit dan zijn voorganger. De belangrijkste vernieuwing denk ik wel is het scherm. Het scherm is van ander materiaal gemaakt dan zijn voorganger. De vorige had een plastic schermpje en deze heeft er eentje van Gorilla Glass. Nou ja, dat betekent dat het gewoon een steviger scherm is. Waarschijnlijk beter bestemd tegen krassen. Daarnaast is ook de resolutie van het scherm is hoger dan dat van zijn voorganger. De voorganger was eigenlijk alleen zwart-wit en deze kan grijs tinten laten zien. Nou, de Fitbit is heel erg eenvoudig te bedienen. Aan de zijkant zit een knopje. Als je daarop drukt, dan voel je een klein trillinkje. Daarmee activeer je het scherm. En door te swipen ga je langs verschillende menu-onderdelen. Waar je op kunt tappen en als je hem aanraakt, hij schiet uit, dan kun je vervolgens een activiteit starten. Nou, de Charge 3 is dus ook waterdicht en ja, je kunt er ook mee zwemmen. En in het menu kun je ook kiezen voor de optie zwemmen. Dan houdt hij je gegevens bij, die kun je achteraf in de app weer bekijken en dan kun je ook een indruk krijgen van hoe lang je hebt gezwommen en ook de slagen die je hebt gemaakt. Je kunt met deze Fitbit dus ook goed je sportieve activiteiten vastleggen. Hij heeft daarvoor ook allemaal programma's die je kan instellen. Bijvoorbeeld om tijdens het hardlopen je hartslag te meten. Noem maar op. Het enige wat hij eigenlijk niet heeft en wat wel heel erg belangrijk is, is GPS. Want met GPS krijg je tijdens het hardlopen een idee van je tempo. En wil je dat wel hebben, dan kun je hem wel koppelen aan je smartphone. En dan via een app krijg je je tempo te zien. Alleen dat is natuurlijk niet ideaal, want tijdens je rondje hardlopen wil je eigenlijk het liefst je smartphone thuis laten. Dus ik denk wel dat als je veel hardloopt, veel sport, dat je dat bij dit apparaatje wel mist. Nou, je hoeft de Fitbit in ieder geval niet zo vaak op te laden. Hij gaat ongeveer een week mee op één acculading. En dat zou weer ietsje langer moeten zijn dan zijn voorganger. Nou, wij testen ook de accuduur van wearables. En de Fitbit scoort daar doorgaans behoorlijk goed op. Nou, de Fitbit Charge 3 kost €150 en hij is vanaf oktober verkrijgbaar. Nou, wij gaan hem zo snel als het kan testen en dan vind je de testresultaten op onze website.